En wat eten we vandaag? Een frisse tuinbonen courgette lasagne met ricotta en munt. Fris hoor. En lekker. Buongiorno tutti, lasagne! We gaan lasagne maken, maar niet zomaar lasagne, want er zit geen tomaat in. Er zit wat een fris groene lasagne. Wat gaan we daarin doen? Twee courgettes, olijfolie, een beetje grof zeezout, peper, doperwten, tuinbonen, twee citroenen, verse munt, verse tijm, lasagnevellen, ricotta, parmezaanse kaas, rucola en bechamelsaus. Je kan bechamel ook kopen, maar ik ga het natuurlijk zelf vers maken. En dan voeg ik nog een beetje bosui en wat knoflook aan toe en ik gebruik een groentebouillon. We gaan lekker groen en vers, gezond koken. En ja, het is ook vegetarisch. Oké, wij gaan beginnen. Ik zet vast de grillpan op hoog vuur, goed heet. De oven heb ik vast vol warm, 200 graden. Courgette, dat kun je met een mandolien gaan doen, weet je nog? Jo met de banjo en Mien met de... Maar dan laat ik ook even zien dat het ook prima kan met een mes. Hey, lasagne zonder tomaat? Ik hou niet zo heel erg van de traditionele lasagne. Ik ben niet zo fan van die zware bechamelsaus. Dit wordt ook een bechamelsaus, daar niet van. Maar deze wordt wat frisser. Ik ga het zo laten zien. Ja. Oké. Yes. Deze. Ik ga licht geolied, doe ik gewoon op de plank, want dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Hup, pakketje. Draai maar raak. Klein snufje zout daarop. Ik ga lasagnevellen gebruiken als laagje, maar ik ga ook deze als laagje gebruiken. Dus we hebben een laagje lasagnevellen, maar ook een laagje courgettevellen. Oké, dit laten we even gillen. Dit ligt al klaar om dadelijk te gaan gillen. De saus. Pannetje op het vuur. Er gaat boter in. En pak gewoon lekker volle roomboter, dames en heren. Geen halverine, geen margarine. Roomboter. Knoflookje, eventjes je mes er gewoon snel een paar keer doorheen. Dit gaat gewoon nog even goed meegebakken worden, dus niet te fijn, anders verbrandt hij. En dat mag meteen bij de boter. Het uitje. En dan gaan we weer, noem je nou bosui of een lente-ui. Het maakt me niet uit. Dit hou ik even over voor de garnish. Dus die boter zit hier, is hier even aan het gaan. Met de knoflook. En dit wordt mijn roux. Normaal doe je boter en bloem eerst aangaren en dan weet je, kun je hem smaak geven. Maar ja, ik wil ook die knoflook en die ui een beetje aangezet hebben. Dus in de boter van de roux ga ik meteen mijn knoflook en mijn uitjes geven. Een roux is gewoon de basis. Dus een roux is een bindende massa. Dat is altijd bloem en boter. That's it. Doe je de bouillon op, stukjes rundvlees, heb je salpicon voor je kroketjes. Enzovoort, enzovoort. Zo kun je daarin variëren. Maar als je bij een roux melk, of weet je, room of melk doet, krijg je bechamel. En dat is wat je vroeger op zo'n bloemkooltje deed met een beetje nootmuskaat, of wat tussen die laagjes tomatensaus bechamel bij traditionele lasagne zit. Dat is gewoon boter, bloem en melk. Dat wordt een roux. En dan niet die op 5 december met de stoomboot komt en die roux, want daar gaan we ons niet aan branden. Maar wel gewoon een roux, zo heet dat. Dus gewoon eigenlijk je basis. Je hoeft het ook niet extreem bruin te laten worden. Het is gewoon een beetje uitbruisen. En dan gaan we daar de bloem in garen. Ondertussen draai ik even de courgettes om. Dit is precies de kleur die je wil hebben. Dat je echt wel denkt, hey, hij heeft de pan goed gezien. Kom maar eens kijken. Mooie jongens. En die leg ik gewoon even apart. Oké, hier, kijk eens. Dit is perfect aan het gaan. Deze heeft mooi gefraaid. De knoflook is een beetje glazig geworden, de uitjes. Nu gaat daar bloem bij. En dan wordt het heel droog. Dan denk je, oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Kijk even. Je ziet meteen, oh jee. Is het nu roux aan het worden? Nu is het de roux. Alleen de roux moet je garen. Dus ook al denk je nu, oh ja, met het brand aan. Begin is heel korrelig en op een gegeven moment gaat de roux een beetje lopen. En als hij loopt en een beetje gaat bubbelen, dan is hij gaar. En dan kun je verder. Kijk, hij begint nu een beetje te kleuren. En je moet die bloem gaar hebben. Waarom? Als je bloem in een roux niet gaart, krijg je dus een roux met bloemsmaak. En dat is echt niet lekker. Je wil die bloemsmaak af hebben. Plus de binding doet het pas als die bloem verhit is. Kijk maar eens wat er nu gebeurt. De roux is gaar. Pakken we room, wat vloeibaar is. En een beetje bouillon. Ik zal eerst het bouillon doen, dat is helder. Dan zie je het beter wat er gebeurt. Kijk eens wat er gebeurt. Die roux neemt die volledige bouillon op. En hij heeft hem al geabsorbeerd. Room. Zie je wat er gebeurt? Ja. Dat je dus meteen acute binding krijgt.
Deze heeft dus geen bindingsangst, hè? En nu heb je een mooie bechamel met smaak. Even doorgekookt. Oké, hij is mooi dik. Ik ga mijn tuinbonen daarbij. En die hoeven niet te lang te garen, want het gaat ook nog in de oven. Wat ertjes. Zo zet ik het vuur uit. Ik zwak hem iets af, want ik wil dat hij iets dunner wordt. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoeveel bloem je hebt gebruikt. Maar voor de exacte dingetjes kijk ik nu op kitchen.nl. En je wil gewoon een beetje stevige saus hebben. Kijk jongens, dit wil je. Mooi geelstreepje. Ik heb hier nog wat citroenzest voor de frisse touch. Het vuur is uit. We mogen nu ook de verse munt er doorheen. Het ruikt lekker, man. Dankjewel, jij ook. Verse munt. Dat geeft die frisheid en we kennen het allemaal, een bekende combinatie. Ja, verse munt en doperwtjes. Dat is gewoon heel lekker. En wat verse tijm. Kijk, dit is mijn mengsel. Verse peper. Niet te zuinig. En een snuf. Mooi grof zeezout. Hops. Ik heb beloofd een frisse groentelasagne. En ja, dan heb je frisse tonen nodig. Dus even ook wat citroen daarin. Dus deze saus is klaar. De oven staat voorverwarmd. Mijn lasagne vellen liggen klaar. Mijn saus is klaar. Dan doe ik nog even wat extra lasagne vellen, maar dan van courgette. Erbij. Oké. Ik ga mijn voorbereidingen treffen voor het bouwen. Dus ik pak een lasagneschaal. Zet je velletjes klaar. De rucola even opzij. Die hebben we straks pas nodig. Je parmezaan. Je ricotta. We hebben even nog wat bonen over. Hier gaan we het mee bouwen. Dan ga ik even beginnen gewoon even om een soort, ja, een soort plaklaagje. Gewoon eventjes een klein beetje van dit er vast in. Hoeft ook niet gek veel, gewoon zo hopskee. Lasagnevellen. Je hebt van die gedroogde en je hebt verse. Verse vind ik lekkerder. Die hebben iets meer structuur. Hier krijg je vaak een mooie chewy bite. En die hoeven minder lang in de oven. Dan bouw je gewoon eventjes één laagje mee dicht. Pak een klein beetje ricotta. En wat is nou ricotta? Ricotta wordt gemaakt van schapenmelk of van koeienmelk. En dat is ongeveer de jongste kaas die je kan hebben. Letterlijk vertaald, ricotta is opnieuw gekookt. Dit is een kaas die je ook in één dag gewoon kan maken. Dat is leuk. Ik ga er ook een beetje parmezaan op doen. Parmezaan is gewoon, ja, dat vind ik iets moois. Massimo Bottura. Oeh, ja. Kom op. Van Ostria Francescana. Dat zit in Modena. En zijn wereldfaam komt eigenlijk door dit stukje kaas. De Parmezaanse kaas. Er was een Parmezaanse kaasboer daar. En er was een aardbeving en er was een drama. En wat gebeurt er? De schuur stort in elkaar. Alles is naar beneden gepleurd en die kazen zijn gebroken. Wat gebeurt er als Parmezaanse kaas is gebroken? Ja, dan mist hij zijn beschermlaag, de korst. En dan gaat hij, ja, dan begint het rottingsproces. Dan is het klaar. Wat nu? 5 soorten Parmezaan. Jong, minder jong tot oud. En wat doet die Massimo? Die maakt een gerechtje. Oh, 5 soorten parmezaan. Een schuimpje, krokantje, zoals je ziet nu. Hier, dit. Kijk, dit is die 5 parmezanen. Dus een krokantje, een schuimpje, een crème, een ijs, alles. Alleen maar parmezaanse kaas zit erin. Dat heeft hij verzonnen voor in zijn restaurant. En dacht hij, dan help ik hem een beetje mee uit de voeten. Maar dat gerecht is wereldwijd gegaan. Die man heeft dus zijn bedrijf is gered. Die parmezaanse kazen zijn allemaal gebruikt in 5 fases. Hij krijgt wereldfaam. Hij krijgt Michelinsterren. Hij heeft Ostria Francescana. Beste restaurant ter wereld ongeveer. Het is fantastisch. Nee, ik kan daar dus echt heel veel bewondering voor hebben. Die man die pakt aan wat er gebeurt. Die roeit letterlijk met de riemen die hij heeft. En hij gaat. En hij heeft dat lef en hij durft dat. Ja, ik... Chapeau, echt bizar. Ik ga een laagje courgette velletjes doen, weet je nog? Mag er gewoon een beetje zo overheen. Hatsen, flatsie. En dan gaan we weer opnieuw beginnen. Ik ga weer een laagje saus heb ik gedaan. Dan komt weer een laagje parmigiano. Ricotta een beetje. En doe dit weer net zoals Massimo, hè? Rustiek. Hij heeft 1 gerecht. Als Massimo je dat zou horen zeggen, jongen. Dit wil ik even uitleggen. Ja. Hij heeft 1 gerecht. Ja, dit is lachen, jongen. Had hij, oh, dat is vet. Had hij een citroentaartje. Maar echt perfect. En zijn commis, zijn sous-chef, die gaat gewoon letterlijk doen. En die man zegt, oeps, I dropped the lemon pie. Geen grap. Massimo komt kijken. Die ziet dat hier liggen. Die ziet die taart zo mooi doorgescheurd. Die ziet die schot ineens omhoog komen en die zegt, this is my signature dish. Dan maakt hij een perfect taartje. En ook dat taartje serveert hij altijd een centimetertje of 30 boven het bord en dan laat hij hem vallen. Dus nog steeds. Dus hij gaat het ook niet zo brekend bakken. Nee, hij maakt gewoon een mooi taartje, lemon pie. Laat hem vallen.
klats daar zo die saus overheen. Dat is ook toen gebeurd. En dit is gewoon het resultaat van een gevallen lemontaartje. Daarmee is hij wereldberoemd geworden. Het oepsverhaal, dat doe ik zo vaak. Dat ik juist als ik iets opmaak en het is te netjes, dan tik ik er tegenaan dat het afbreekt. Ik heb er wel een beetje van hem. Ja. En vroeger was het zo'n sterrenzaakje, was het ook allemaal met setjes, alles regelleg en precies. En nu mag het gewoon dat zijn. En ik vind dat ook veel organischer en dat past ook echt bij mij. Daarom is hij wel een held voor mij. Dames en heren, de laatste laag is aangebroken. Pak ik nog een beetje ricotta. Gewoon een beetje. Want ik wil ook wel, je mag die courgette nog wel zien. En de laatste Massimo touch. En deze gaat de oven in. 200 graden. Dat die mooi gaar is, een minuutje of 20 doen we van. Het enige wat ik nu even ga doen, is die rucola heb ik nog niks mee gedaan. Gaat wat citroensap over. En een drisseltje olijfolie. En dan heb je een salade. Gast. Ja, heel simpel, maar dit is gewoon heel lekker en je moet het gewoon fris houden. Ik kan hem nog een mini draai peper geven, maar ja, rucola is al peper van zichzelf. En een dash zout. En that's it. En dan doen we gewoon eventjes mengselen. Zo. En dan zijn we klaar. Als ik nu wereldfaam wil, laat ik hem vallen en ik zeg oepa, drap die lasagne. Maar ik denk niet dat mensen erop zitten te wachten op dit moment. Mensen willen gewoon gaan eten. Kijk eens hoe mooi, jongens. Pak er twee bordjes. Snij hem even stukjes. Ik had op het laatst nog wat ricotta over, die heb ik even wat later opgedaan. Voor de frisheid. En dit is altijd spannend hoor. Toch, serieus. Kijk, het is mooi stevig. En het is, die geur van die verse munt, die parmezaan. Ja, dat vind ik hemels. En voor de frisheid nog even. Ik had het nog over zonde om weg te gooien. Nog wat bosui om het af te maken. Nog een laatste zest. Citroen. En dan is mijn tuinlasagne ready. Laten we de nieuwe regisseur eens even inroepen. En dan nemen we even samen een hap. Eerlijk aan Dennis. Met Dennis eerlijk. Zo. Is het lekker? Welkom bij 24 Kitchen. Wat ik proef is fris. Die citroen komt mooi, die parmezaan komt mooi. Die erwten hebben nog een mooie bite. Je zinkt hem helemaal af. Zing! Wil je dit nou ook maken? Kijk op 24kitchen.nl en beloof me nou één keer deze toch echt een keer te maken. Oh, wat is dit lekker.